Van harte welkom bij een nieuwe Under Review. Ook deze jaar gaan we een aantal prangende fases onder de loepen. Aftrappen doen we met Frank De Bleker. Welkom. Dankjewel Dave. Ik kwam met de deur in huis. Mm -hmm. We gaan naar de vrijdagavond. Uh, Union speelt tegen Anderlecht. Senneline geeft een voorzet. Jan Vertongen met de sliding tackle. Raakt de bal al dan niet met de elleboog of de rug. Er wordt een penalty gefloten. Bram van Driesse staat goed gepositioneerd. Is dit een juiste beslissing? Het is heel belangrijk wat je hier zegt, dat Bram van Driessen de beslissing op het terrein heeft genomen. Hij stond heel goed geplaatst, had de goede hoek om de beslissing te nemen en fluit strafschop. En dan weet je, elke beslissing wat strafschop betreft, die wordt dan uiteraard herbekeken door de VAR. Dus die beelden zijn herbekeken geweest door de VAR en dan heeft de VAR vastgesteld dat er. Geen echte duidelijke beelden waren om het tegendeel te bewijzen. Wat Daarom bedoel ik daarmee? Uiteraard. Nee. Dus je hebt op bepaalde momenten de indruk van. ja, misschien heeft hij wel de rug geraakt, maar er zijn ook beelden die tonen dat. Uh, dat de bal op de elleboog komt, dat er een beweging is en dat die ook weg is van het lichaam. En als je die twee componenten samen neemt, ja, dan kan de var. Nooit aantonen dat de scheidsrechter een clear en obvious mistake heeft gemaakt. Nee. En dan moet je uiteraard de beslissing van de scheidsrechter volgen. Wat wij als logisch vinden en die wij ook steunen als referee department. Advocaat van de Duivel, Jan Vertoonen, kan zijn armen niet afschroeven. Klopt, maar dan moet hij hem zo dicht mogelijk bij het lichaam houden. Oké. Okay. Het volgende onderwerp is uh, tweeledig: uh, twee penalty-momenten. Ja. Uit enerzijds charleroi OHL en anderzijds uh, brugge kv Mechelen. Daar wordt gezegd zeer licht toegekende penalties. Ja, ik wil hier even een, een, een duiding in maken. Uh, tijdens onze summer course, net voor de start van de competitie, heeft Bertrand Laëck, onze technical director, boodschappen gegeven naar onze scheidsrechters om geen low-cost penalties te gaan fluiten. Ik denk dat die informatie ook is overgegaan naar de clubs, naar de trainers, ook naar de media. En als we deze twee situaties zien, de situatie op Charleroi en ook de situatie op Club Brugge. dan uh, vinden wij als uh, referee department dat deze twee penalties eigenlijk low-cost penalties zijn. Heel, heel licht contact. Dus die hadden gefloten moeten worden. Wij hadden eigenlijk liever gehad dat die situaties niet beoordeeld werden met een strafschop. En dat er zowel op Charleroi als op Klebrugge geen strafschop werd gegeven. De beelden erbij halen. Dat gaan we doen. Ja. En. Uh... We kijken meer nogmaals. Boek aan meer zien we met het zwaaibeen En dan heb je de indruk dat die op zelfs niet, niet raakt. Hè? Ja, ook mocht er eventueel een, een licht contact zijn, vinden wij nog altijd: dit, dit is een slide contact. Dit wordt ook gesupport door UEFA om. Als je strafschop geeft, moet het een clear penalty zijn. En hier eh, heb je de indruk dat daar niks aan de hand is of weinig aan de hand is. En hiervoor willen wij echt geen strafschop zien fluiten. We willen ook de aanvallers niet aanmoedigen nee. om bij elk contact te gaan liggen. En als je uh, daar de, de lijn kan trekken: van wij gaan niet over naar cheap penalties en gemakkelijk te fluiten penalties. Dan uh, ga je misschien die attitude eruit krijgen. Waarom werd dit niet geroepen uiteindelijk? Omdat uh, voor de VAR blijkbaar uh, niet duidelijk was dat het uh, een foute beslissing was van de scheidsrechter. Voor ons is er dus geen strafschop. Uh, en had de VAR eigenlijk moeten vragen aan de scheidsrechter om de beelden te bekijken. Ja, fase uit Club Brugge, KV Mechelen, uh, Thiago... Gaat wat leunen bij Van Lerbergen. Schoofs komt er ook bij. Er is een licht contact tegen de voet, misschien niet voldoende om uit balans te brengen, maar dat is subjectief. Uh, is dit een juiste beslissing? Ook hier, ook hier vinden wij dat we dezelfde trend moeten gebruiken: van no-low-cost penalties. Ondanks dat er een klein contact is, maar niet elk contact is ook een fout in het strafschopgebied. Hier vinden wij ook van niet op ingaan, geen strafschop. Hier heeft de VAR de scheidsrechter wel uh, naar het scherm laten komen en heeft de scheidsrechter dan zijn beslissing eigenlijk gewijzigd om toch strafschop te ja. geven. Maar wij raden de scheidsrechter aan om uh, bij zijn beslissing te blijven in, in, in die situatie en dat de VAR ook geen uh, onfield review vraagt voor deze situatie, omdat we eigenlijk niet willen dat er voor zo'n kleine contacten belangrijke beslissingen worden genomen als een strafschop. Onze laatste fase is een uh, moment waarbij Maxime de Kuipers speler van Club Brugge een tweede keer geel krijgt. Ja. Uh, Nathan Verbomen is daar de VAR, Bert Put is de ref. En er wordt een uh, uh, on-field review gevraagd om te kijken: is het rechtstreeks rood of blijven bij uh, tweemaal geel? Dat ja. is het moment. Dat klopt eigenlijk. Dus de scheidsrechter de fout, geeft een tweede gele kaart. Voor hem is het een stoppen van een beloftevolle aanval. Uiteraard wordt, uh, het is zijn tweede gele kaart, wordt hij uitgesloten, Maxime de Kuiper. Uh, en de VAR herbekijkt dan terug die beelden. Waarom? Omdat het uh, eventueel ook een directe rode kaart kan zijn. Wat bedoelen we daarmee? Was het het opnemen van een reële scoringskans. En daardoor heeft de VAR uh, Bert Put naar het scherm gevraagd om de beelden te herbekijken. Bert Put is bij zijn beslissing gebleven. Om geen directe rode kaart te geven, ja. die wij als referee-departement ook steunen. Want wij vinden ook dat dit niet echt het ontnemen van een reële doelkans is. Waarom, als je ziet op de beelden bij de fout, ga je zien dat de aanvaller de bal ook naar buiten tikt. Ja. En daardoor kunnen uiteraard verdedigers terugkomen. En volstaat voor ons de hele kaart, de tweede gele kaart. En de uitsluiting. Daar moet ik bij vragen, wat uh, bij veel mensen op de lever lag. Is het nodig om ja. nog eens naar het scherm te roepen? Want het resultaat blijft hetzelfde. Klopt. Het zorgt alleen maar voor ergernis en frustratie. Maar er is een reden. Ja, dat klopt. Ik, ik begrijp dat. Ik, als ik de beelden zag gisteren, is dat ook geopperd geweest. Maar het is wel belangrijk dat wij de technisch juiste beslissingen nemen. Want er is een verschil. Uh, als je een tweede geheel krijgt, dan ben je automatisch de week nadien uh, geschorst. Maar als je rechtstreeks rood krijgt, kan het soms meer dan één speeldag zijn. Dat ligt niet in onze handen, maar dan werken wij natuurlijk met een rapport en wordt er een rode kaart, directe rode kaart gegeven. Dat is de reden waarom dat er toch een verschil is tussen een tweede gele en een direct rode. in deze situatie bij Maxime de Kuiper. Oké. Okay.